leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en de laatste video van 2018. En ik wil in deze video terugkijken naar mijn goede voornemens die ik heb gemaakt voor 2018, dus een jaar geleden. En ik wil ook eventjes jullie bedanken voor het mooie jaar dat ik gehad heb. Er zijn een hele hoop dingen gebeurd, maar daar komen we vast op terug in de video. Ik heb hem hier staan. Ik ga gewoon beginnen. Laten we beginnen. En ik hoop dat mijn camera het volhoudt, want hij heeft maar 10%. Als eerste een mooi boekje gekocht. Dat boekje heb ik nog steeds. Een fantastisch mooi boek van de Action. Daar heb ik zin opgeschreven. Nou ja, voordat ik begin wil ik jullie allemaal vragen om even te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt super leuk vinden. Abonneer even op mijn kanaal, jongens. We hebben 3000 subs gehaald dit jaar. Ik weet niet of dat een doel was, maar ik ben echt heel blij. Veel unboxing video's, reviews en van alles en nog wat. Ook veel fitness natuurlijk. Dus dat ga ik doen, dat is het plan. Dus vergeet niet te abonneren en natuurlijk al een like te geven. En dan gaan we door naar mijn goede voornemens. Even een kleine disclaimer, sorry voor mijn stem. Ik ben verkouden, maar for some reason ben ik alleen verkouden in mijn keel. Kan dat? Oh, Sauron is er gewoon klaar mee. Dus ik ben niet verkouden in mijn neus of zo, maar mijn keel wordt met Sauron en Tom. Als rookmevrouw van Lingo. The time is Doeken. D-O-E-K-E-N. Oké, als ik dus naar beneden kijk, kijk ik in mijn boekie. Dan weten jullie het. Mijn goede voornemens. Ik vond het trouwens zo leuk vorig jaar dat ik dat heb opgenomen en dan de video gemaakt hebben over wat ik allemaal behaald had. Want het was zo leuk om te zien dat ik daar echt geen idee had van wat me te wachten stond in 2017. Oh, en 2017 is zo anders gelopen dan ik dacht. Wat? Dus ik dacht, ik moet zij weet niet wat er allemaal dit jaar gaat gebeuren. Die naïviteit van mezelf zien. En ik heb zo'n gevoel dat Future Mattia al zegt, ik hoor gewoon zo van, neem risico's dit jaar. Dat hoor ik. Laten we beginnen met, vorig jaar ben ik een beetje... Wacht even, ik zei neem risico's dit jaar. Wauw, hoe wist ik dat ik dat ging zeggen? Ik bedoel, ik heb echt wel dingen gedaan waar ik niet helemaal zeker van wist dat het de goede manier is, het goede idee. En het gaat op zich best goed. Dus ik heb zeker risico's genomen. En dat voorspelde ik hier al. Fit girl geworden. De fit girl. Ik weet niet of dat een beetje een goede benaming is. Maar in ieder geval, ik ben meer gaan sporten. Echt volledig gaan sporten. Dus niet met mijn voeding bezig geweest. En dat is dus ook het goede voornemen voor dit jaar. Ik wil mijn voeding ook wat gezonder maken. Ik merk aan mijn huid dat ik wel hier en daar een pukkel heb en dat kijk hoeveel make-up je op hebt, meid. Dus ik ben bijna ik helemaal heb beter uit. Ik heb niet eens foundation op. Nee, maar goed, ik doe nu sporten. Dat gaat soepel, dat vind ik leuk. Dus dat blijf ik wel volhouden. Maar nu wil ik er dus mijn voeding wil ik ook meer bij betrekken. En ik denk dat dat heel veel invloed gaat hebben op hoe ik eruit ga zien. Want ik eet echt best wel vaak bij de Mac en zo. Oh, nooit meer. Wil je erbij? Ik eet het nooit meer bij de Mac, dus dat is wel dat is best goed. Ik denk dat het ook een beetje door Nicky komt. Die eet nooit bij de Mac. Dus volgende goede voornemen is ook iets met fitness te maken. Ik vind het altijd lastig om heel veel te benchpressen of zo. Dat heb ik geen idee van wat ik wil, maar het enige wat ik wel wil is een pull-up kunnen. Oh, ik was helemaal vergeten dat dit mijn goal was. Ik heb dat niet meer getraind. Misschien had ik af en toe tussendoor moeten kijken naar deze video dat ik een pull-up kan. Ik denk niet dat ik een pull-up kan. Maar ik weet niet. Ik ben wel sterker geworden. Dus misschien kan ik wel een pull-up. Ik ga het gewoon proberen. De eerste volgende keer dat ik in de sportschool ben. En dan laat ik het op Instagram weten, jongens. Volg me op Instagram. Zo. En even mijn longen eruit hoesten. Sorry, jongens. Beetje ziekjes, maar dat kunnen we hebben. En dan is 10 tinten roder. Oké, een ander goed voornemen voor 2018 is dat ik een nieuwe auto aan wil schaffen. Tot ben ik rijden in een hele oude auto. Nou, niet heel oud. Een Toyota Yaris uit 2004. Even wat water pakken. Sorry als ik niet meer hetzelfde zit, maar goed. Een traanogen. Nou, we hebben toch zwaar, meid. Of niet dan? Oké, dus ik wil graag een nieuwe auto aanschaffen. Onze auto is gewoon prima hoor. Alleen ik merk dat we vaak lange afstanden moeten rijden. En daar is die gewoon een beetje te oud en te gammel voor. Ik vind het heel eng om op de snelweg in zo'n kleine auto te rijden. Mijn droomauto is een Audi TT.
En ik weet dat outfit deze tweedehands helemaal niet zo heel gek duur zijn. Dus dat zou helemaal de droom zijn natuurlijk, als ik een Audi TT kon rijden. Maar ik neem ook al genoegen met een andere auto, die al gewoon wat beter is dan onze auto nu. Dus dat staat wel op de planning voor mij in 2000. Ik heb dus een nieuwe auto gekocht, een Renault Megane. Best wel een snel ding, veel pk's, kon ik heel snel mee optrekken. Super, super trots was ik erop. Was nadat het uitging met Tom. Ik had eigenlijk die Toyota Yaris aan Tom gegeven, van die mag je houden. Ik had die Renault Megane waar ik mee rondrijd. Ik was zo, zo, zo trots erop. Ik had in maart dus al dit doel gehaald, wat voor heel 2018 gelde. Dus ik was super trots dat ik dat behaald had. Het kostte me een rip uit mijn lijf, maar ik was zo, zo trots. En 3 weken later is hij in de prak gereden. Niet door mijzelf, waardoor ik, ja... Gone. Geld weg, auto weg, niks. Ook geen andere auto meer. Toen heeft mijn vader een autootje gekocht. Een boodschappenwagen. Een upgrade van de Toyota Yaris, dat kan ik wel vertellen. Maar het is nog steeds een gammele bak. Want het is gewoon een kleine auto, een boodschappenwagen. En het doel voor mij was dat ik gewoon wat sneller in kon halen. Ik hoef niet snel te rijden, maar gewoon sneller inhalen. Dat het niet 10 seconden duurt voordat ik erin haal. En dat kan met deze auto niet. Maar ik ben super dankbaar dat ik gewoon wel een auto heb natuurlijk. En dat ik niet overal op de fiets naartoe moet. Want Turnhout, Amsterdam, Rotterdam. Het is allemaal een beetje ver op de fiets. Dus ik heb een nieuwe auto. Doel behaald. Niet zoals ik hem had gewild. Maar ja. Hè? Dat wordt ook geen goal meer voor mij. Ik ben veel minder materialistisch op het moment. 18. Vervolgens heb ik tegen mezelf gezegd nadat ik terugkwam uit Amerika. Dat ik meer wil afspreken met vriendinnen. Meer leuke dingen doen met vrienden. Dat is echt en ook goed met Tom. Goede voornemen is eigenlijk. Slaat hier een beetje op. Ik wil wat festivals bezoeken. Ik ben echt een jaar al niet naar echt festivals geweest waar ik een kaartje voor heb gekocht. Oh, nice. Ik heb dus ben naar Intense geweest. Dat was super, super leuk. Dus dat is een goed. Dat voornemen is ook gelukt. Volgens mij zeg ik dat ook in deze video. En ik heb nu alweer kaartjes gekocht voor Emporium volgend jaar. Staat zeker op de planning voor 2018. Ik wil gewoon wat festivals bezoeken. Ik heb nog niet helemaal in mijn hoofd zitten welke. Maar ik heb sowieso super veel afgesproken om naar 2018 daar met vriendinnen te gaan. Dus dat is wel eentje die op de planning staat. Laat me vooral weten wat jouw favoriete festivals zijn. Dan kan ik daar naar kijken en dan haal ik misschien een kaartje. Want ik wil heel graag lekker feesten dit jaar. Dan wil ik graag op vakantie. Ik ben natuurlijk vorig jaar naar Amerika geweest, naar Zweden geweest, naar Londen geweest. Maar dat zijn allemaal tripjes waar ik heb... Girl, je bent zoveel op reis geweest. Twitch gerelateerde tripjes. Dus niet... Ik ben nu ook voor heel veel Twitch gerelateerde tripjes geweest natuurlijk. Ik ga het niet eens opnoemen. We hebben zoveel tripjes. Ja, ik heb bijna alles gevlogd, dus je hebt het meeste gezien als je mijn YouTube kanaal in de gaten hebt gehouden. En ik ben ook op vakantie geweest met Nikki, een weekje naar Turkije. Was echt een horrorvakantie, maar daardoor zijn we alleen maar dichter naar elkaar toegekomen. Dus ja, het was geen leuke vakantie en we weten nu voortaan dat we niet meer all-inclusive zijn. Natuurlijk, als ik op vakantie ga, kan ik best gaan streamen of video's opnemen. Maar dat is dan oké voor mij, omdat ik dan... Dan heb ik de rust toch? Ik heb ook het dan niet erg. Eigen op maar met mezelf de trip die ik nu geweest. Heb gehad, dan was echt naar een evenement toe. Streamvakantie, weet je dat nog? Dat wil ik natuurlijk nog steeds doen, maar daarnaast wil ik ook een weekje op vakantie. En het liefste zou ik naar Ibiza willen, maar dat is wel vrij prijzig, dus ik zit een beetje te twijfelen waar we heen gaan. Maar in ieder geval staat wel op de planning om op vakantie te gaan. Nou, verder heb ik dus als goal om veel video's te maken op YouTube. Ik merk dat ik daar zoveel energie uit haal en zo leuk vind. Ja. Daarnaast ook heel veel streamen. Nog meer. Hetzelfde verhaal, haal ik zoveel energie uit, vind ik zo leuk om te doen. En ik begin steeds beter mijn weg te vinden in hoe ik alles wil doen. Denk ik, zeg ik nu. Ik wil gewoon lekker doorgaan met wat ik al doe. Ik doe natuurlijk veel video's, ik doe veel vloggen. Ik ga nog steeds de leuke dagen vloggen. Mijn alledaagse leven denk ik dat ik niet zoveel meer ga vloggen, maar dat ga ik opnemen in video's. Dus dat komt in shoplogs, fitnessvideo's en unboxings en van alles. Want ik doe eigenlijk niet zoveel meer dan dat in mijn dagelijkse leven. Dat zijn toch wel de highlights. Dus ik dacht, als ik daar nou speciale video's van maak, dan is het helemaal compleet. Nou, dat is wel verder heb ik nog wat goals voor mijn social media en volgersgoals en abonneegoals. Laten we gewoon beginnen met Twitch. Op Twitch wil ik graag
aan het einde van 2018 30.000 volgers. 30! Ik heb er nu 20.000, dus dat betekent... Ik heb er bijna 25.000. Misschien, ik heb ook van de zomer niet zoveel gestreamd. Ik heb geen Fortnite gestreamd dit jaar. Het was natuurlijk Fortnite, free volgers farmen. Heb ik niet gedaan, omdat ja, paste niet echt bij mijn content, bij mijn community, denk ik. Dus ja, 30.000 is super ambitieus. Ik wilde er 25.000 halen nu, in die laatste maand. Maar dan moet ik er nog 200 halen en ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Ik wil 10.000 volgers erbij moeten krijgen. Ik ben heel benieuwd of dat kan. Nee. Ik vind dat erg ambitieus voor mezelf. Ik ook. Wie niet waagt, wie niet wint. Toch? Dat motiveert me dan ook om veel streams in te zetten met, weet je wel, speciale streams. Celebration streams. Ik wil eigenlijk iedere maand een special stream doen. Dat is me bijna gelukt. Daar hoop ik dan door 30.000 volgers te krijgen aan het einde van 2018. Nou, qua subs heb ik op neergezet 300 subs. Ik zit nu tegen de 200 aan, bijna. Het zou natuurlijk leuk zijn als ik 300 kan halen. Hebben we 30.000 volgers? Nou, we hebben op dit 250 subpoints. Dus 250 is wat we hebben gehaald dit jaar. Maar ik heb op mijn hoogste 425 subs gehad. Dus dat is zeker, daar zijn we dik overheen gegaan. Echt niet normaal hoeveel subs we hebben gehad dit jaar. Door al die subgifts ook. Dat is een super mooie feature om deze, ja, om dit goal te kunnen halen. Maar ja, 300 subs is gehaald. Is weer een mooi geheel. Ja, oké, dat is voor Twitch. Ik vind Twitch helemaal mooi hoor. En viewer aantallen kan ik ook wel goals opzetten. Maar ik denk dat maakt me, het maakt me eigenlijk sowieso niet zoveel uit. Ik vind het gewoon super leuk om te doen. En ik kan dit blijven doen door de super grote support die ik krijg van jullie. Dus ik blijf daar gewoon lekker mee doorgaan. En die nummertjes, ja, het is een beetje voor die strijdlustigheid die ik in me heb. Maar ik merk aan mezelf dat het ook niet zo heel belangrijk is meer voor me. Dan op YouTube zitten we nu op de 2000 en ik wil graag naar de 4000. Dat is het verdubbelen ervan. Waarom? Maar waarom zit je zulke onmogelijke goals voor jezelf, en meid? Ik heb zo'n gevoel dat als ik dit soort video's blijf maken... Ik ben super dankbaar voor de 3000 die we hebben, jongens. Maar we willen groeien, ik snap het. Ik snap het, je bent super ambitieus. We groeien ook op andere social media kanalen, waardoor je YouTube automatisch hopelijk ook groeit. Nou, op Instagram wil ik graag 25.000 volgers halen. Ik heb er nu 16,2 op dit moment. Ik heb 20.000 gehaald. 16.200, precies. Dus ik wil graag 25.000 halen bij het einde van 2018. En ik hoop heel erg dat dat gaat lukken. Instagram is toch wel echt heel kostbaar en heel... ja, vind ik zo leuk. Een fotootje plaatsen iedere dag over wat je doet of wat je meemaakt. En dat vind ik, ja, dat vind ik echt heel leuk. Twitter heb ik 3000 opgeschreven. Ik heb er nu 2000. Dat betekent dat er 1000 mensen bij moeten komen op Twitter. En dat is vrij lastig. Daar ben ik wel benieuwd naar. Volgens mij heb ik die echt gewoon ruim gehaald. Mattia. Ja, 3135 heb ik er gehaald. Yo! Oké, ik moet niet mijn meldingen kijken, want het zijn er weer heel veel. Oké, die hebben we gehaald als eerste. Maar we gaan het proberen. En dan voor Facebook hebben we nu ongeveer 1,3-1,4 duizend. Dat heb ik nog steeds. En ik wil daar naar de 2.500. Dus Facebook. 2500. Wie gebruikt er nog Facebook? Dus dat zijn mijn social media goals. Ik ben heel benieuwd of ik het ga halen. Ik heb in ieder geval super veel zin in 2018. Er staan zoveel leuke dingen om, ja, op de planning. Ik word 26, 30 maart, tijdens een game evenement in Nederland bij de party. Dat wil ik heel groot gaan vieren, dus dat is ook een plan. Ja, dat is leuk. Een beetje goed voornemen, nou niet echt. Dan wil ik my sweet 16 plus 10 geven. Dus markeer vast die in je agenda, want... Iedereen is welkom, maar daarover veel meer informatie later. Ik wil iedereen een heel fijn 2018 wensen. En ik hoop dat al je wensen in vervulling mogen komen. En we gaan er gewoon voor dat ik ook al mijn goede voornemens mag halen. Als dat gebeurt, is niet gelukt. Blessed. Dan ben ik echt zo dankbaar en blij. En ik ben nog steeds dankbaar en blij. Dankjewel voor het kijken van deze video. En nogmaals, vergeet niet te abonneren. En mocht je geen video willen missen, klik dan op het belletje. Dan krijg je gewoon een notificatie wanneer ik een nieuwe video upload. En dan ben je misschien wel de eerste in de comments. Ik reageer altijd op al mijn comments onder mijn video. Dus laat vooral wat achter als je wat te vertellen hebt. En dan zie ik jullie heel snel bij een nieuwe video.
Doeg! Wat een failure. Ik heb echt 3 goals gehaald van die ik gezet heb of zo. 4. Maar ja, het is een bewogen jaar geweest. En dat heeft sowieso invloed gehad op mijn goals die ik gezet had. Mijn prioriteiten zijn een beetje geshift naar andere dingen. Met vrienden chillen, met familie is heel belangrijk voor me geworden dit jaar. En dat zie ik ook wel terug in wat toen was ik echt wel veel meer van... Oh, ik wil al die goals en ik ga dagenlang streamen. Maar ik ben ook erachter gekomen dit jaar dat mentale health... Weet je wel, in je hoofd moet het ook allemaal goed zitten. En je moet lekker in je vel zitten om goede content te kunnen maken. En ja, daar ben ik achter gekomen dit jaar. En ik denk dat dat alleen maar beter gaat worden in 2019. Ik zit nu super lekker in mijn vel. Ik ben super dankbaar voor wat er allemaal gebeurd is dit jaar. Ik ben er alleen maar sterker van geworden. Ik heb hele diepe dalen gekend dit jaar. En ik denk dat ik uit die dalen ben gesprongen, zoals jullie zeiden gisteren tijdens mijn stream, tijdens de Mattia Awards. Ja, ik ben eruit gesprongen en alleen maar beter geworden eruit. En dat is gewoon een overgang die we met z'n allen maken. En ik denk dat dat alleen maar beter gaat worden in 2019. Ik zit lekker in mijn vel. Ik heb heel veel zin in 2019. En ik kan niet wachten om te zien wat het allemaal in petto gaat hebben. Ik weet niet of ik een goede voornemensvideo ga maken. Maar ik denk het wel. Die gaan jullie zien op mijn kanaal. Ik wil jullie voor nu een hele fijne jaarwisseling wensen. En natuurlijk een heel fijn, gelukkig en gezond 2019. Vooral gezond. Laat dat voorop stellen. En dan zie ik jullie in het nieuwe jaar. Doeg!